Welkom bij Inloggen met juf Femke. Vandaag gaan we inloggen bij junior Einstein. Daar staat een weektaak voor jullie klaar waar jullie mee kunnen werken. Je gaat via Google naar junior Einstein toe, klikt op junior Einstein en rechtsbovenin vind je het knopje login en daar ga je op klikken. Dan vul je je gebruikersnaam in die je hebt gekregen van de juf of meester en het wachtwoord. Je ziet dan gelijk de weektaak klaarstaan. Dit is een kleinere weektaak dan jullie zelf zullen krijgen. Ik ga jullie laten zien met klokkijken hoe dat werkt. Je ziet hier drie opgaven. Aan de rechterkant staan allemaal symbolen. Het gele symbool met het i'tje is informatie, een uitlegartikel. Je ziet hier vier verschillende artikelen die je kan kiezen. Ik kies de digitale klok. En dan zie je daar een uitgebreid artikel over hoe het precies allemaal werkt. Je kan dit rustig doorlezen, je kan daar elke keer weer naartoe. En als je terug wil, klik je daar zo op weektaak. En dan kom je weer terug bij de opdrachten in je weektaak. Er is ook een groen knopje. Daar zo zie je een uitlegvideo. Als je liever naar een video kijkt, kan je die ook kiezen. Je klikt op het driehoekje. En daar gaat deze mevrouw voor jullie uitleggen hoe het werkt met digitaal klokkijken. Hele halve uren en kwartieren. Je ziet dat het een filmpje is van 2 minuten 52, dus niet heel lang. Dus fijn om even te kijken voordat je aan de opdrachten begint. De opdrachten die eronder staat, hoef je niet te doen. Want jij hebt de opdrachten klaarstaan in je weektaak. Goed, dan gaan we kijken naar de eerste opdracht. Dan klik je op klokkijken. Hele halve uren en kwartieren. En daar zie je dus opdrachten staan. Ik zie dat het 2 uur is, dus ik klik aan 2 uur. Kijk eens aan, helemaal goed. Zo kom ik weer terug in mijn weektaak. Ik zie dat ik nog 24 opgaven open heb staan. Boven kan ik ook nog even kijken. Daar zie ik een tabblad weektaak, een tabblad prijzenkast en resultaten. Daar kan je af en toe gewoon even kijken hoe het allemaal gaat. Ik hoop dat het duidelijk was en ik wens jullie veel succes met jullie weektaak.